Alex Pastoor, de beslissende laatste wedstrijd tegen de Graafschap, ploeg die boven jullie staat op de ranglijst, een uh, ploeg die nog strijdt om die eerste ronde playoffs te lopen. Kortom, op voorhand denk je dan, dat is geen gemakkelijke avond. Ja, maar dat denk ik nooit, hoor. Je zult elke wedstrijd aan de bak moeten en, uh, en zeker op het moment dat het er om gaat spannen, dan, uh, dan moet je er staan. Dus dat wordt uh, zelden gemakkelijk. Ja, het is wel fijn dat je helemaal weet waar je aan toe bent, winnen en alles is duidelijk. <laughs> Wij weten altijd waar we aan toe zijn. Nee, maar wat ik bedoel, je, je kan natuurlijk in een scenario komen dat je echt afhankelijk bent van een ander. Maar, maar je hebt alles gewoon in eigen hand. Nee, dat, dat is wel zo. Maar ik bedoel, onze instelling is om, uh, om alle wedstrijden te winnen. En dat zal uh, morgen niet anders zijn. Uh, toch kan er een scenario komen dat je wel afhankelijk bent van, van wat er op een ander veld gebeurt. Hoe, hoe werkt dat nou? Hoe laat jij je daarover informeren? Of doe je dat juist niet omdat je het in wezen in eigen hand hebt? Nou, je wilt overal op voorbereid zijn. Je moet overal een, uh, een scenario uh, voor klaar hebben liggen en, uh, en dat hebben. we. Dus ik laat me informeren op het moment dat het toedoet. Ja. Je hebt uh, besloten getraind, ja, kan ik me voorstellen. Bij, uh, bij, bij zo'n bepalende wedstrijd houdt dat ook in dat jij uh, misschien met een verrassing gaat komen. Ook, ook al hebben jullie een, een, een prima wedstrijd gespeeld in os, ja, dat kan het altijd inhouden. Maar het is vooral zo dat je. Eigenlijk we hebben we ook een webcam hangen. Ja, waarom zouden we aan de buitenwereld kenbaar maken hoe we onze vrije trappen en hoe we onze corners nemen? Allemaal dat soort dingen. Het is, het is weinig in eigen belang dat je vlak voor de, zulke wedstrijden de trainingen openstelt voor, voor anderen. Ja. Uh, jouw doelman wil liever niet met uh, de pers praten. Dat heeft misschien ook te maken met uh, de laatste wedstrijden die hij uh, keept als basisspeler. Uh, is er nog extra met hem gepraat of heeft hij dat niet nodig? Nee hoor, want jij staat nu hier een verhaal te verzinnen. Hij wil gewoon zich concentreren op keeper. Niet meer en niet minder. Dus daar hoeven we geen woorden aan vuil te maken. Ja. Maar goed, het heeft toch een reden als iemand niet. Uh, Steven Nieuwen, nou praat ik net ook mee. Ik praat, praat met jou ook. Dus dat, dat, dat is dan toch een reden. En 1 in 1 is vaak 2. Nou, ik word vaak uitgenodigd omdat ik trainer ben hier. En Steven wordt uh, vaak uitgenodigd omdat hij alle wedstrijden meedoet. En als er een nieuwe opkomt en je weet dat van tevoren. He, dan, uh, ja, dan wekt dat de aandacht van, uh, ja, van pers en publiek. En dat is logisch. Maar een speler of een trainer die hoeft niet per se aan alle interviews mee te doen. En dat doe ik ook niet. Alleen uh, aan de interviews die, uh, die of voor PR kunnen zorgen, of verplicht zijn, uit hoofden van de eerste divisie CV. Ik hoop dat ik dat goed zeg. Eén um, ding, één vraag die bij, bij wat supporters van jullie wel, wel leeft. Uh, die, die begon stormachtig in zijn eerste weken. bij Sparta, laatste tijd zien we hem niet zo vaak meer. Bayo, hoe, hoe zit het met hem? Ja, die, dat, is heel goed, dat is nou echt een goede vraag. Die begon zeker stormachtig. Alle dingen die hij liet zien, uh, met name op, uh, op trainingskamp in Portugal, ja, die zagen we in de weken daarna ook. En dat is. Uh, ja, eigenlijk zoetjes uh, aan is dat verdwenen. En wij kregen daar niet goed een, een vinger achter. Daar zijn we mee in de slag gegaan, uh, privé en op het veld. En dat, uh, ja, dat was niet eventjes op, uh, op een knop drukken en dat het uh, daarna weer goed was. Hij is uh, gelukkig aan, uh, aan, de, aan de goede hand weer. En die een jongen die, uh, net als alle anderen, overigens, uh, ondanks dat feit dat hij daar niet speelt, uh, gewoon keihard aan het werk is gebleven. En, uh, ja, en daar zouden we ook uh, zomaar weer eens een beroep op kunnen doen. Dus het gaat op dit moment uh, wel goed met hem. Ja, maar dat was sociale aanpassingsproblemen en wennen in een nieuw land, dat soort zaken? Nou ja, dat, daar ga je dan achteraan en dat zou het zomaar kunnen zijn. En op het moment dat je echt het idee hebt van nou dat is het, dan, dan kun je je daarop focussen. Maar dat, dat is dan niet het enige. Het ja, is uh, vaak uh, veel complexer. Uh, had een tijd niet in competitie gespeeld en ging dan elke week spelen. Nou, dat brengt een bepaalde vermoeidheid met zich mee. Hij ja, wil zich ook weer niet laten kennen, dus uh, wilde eigenlijk dan weer extra fysieke arbeid gaan leveren. Maar ja, dat is niet handig als je een beetje vermoeid bent. Nou, dat zijn allemaal dingen die dan uh, niet met één of twee handelingen op te lossen zijn. Uh, maar het heeft er uiteindelijk door inspanningen uh, wel toe geleid dat hij er op dit moment wel aardig op staat. Ja. Ja, wel zonde, want ik vond hem echt een van de, een van de sterkhouders, echt, echt heel indrukwekkend. Ja, dat was ook zo. Dat was ook de reden waarom hem namen. En, uh, en zeker op het moment dat je lange tijd niet met een groep hebt getraind en geen wedstrijd hebt gespeeld. Je kunt je zo presenteren je laat zo zien dat je in ieder geval het spel begrijpt. Ja, dan is het ook uh, heel moeilijk te begrijpen dat dat ook opeens weg lijkt. Nou, en, uh, dat zeg ik, als het dan één ding is, dan kun je eraan werken. Maar het zijn vaak uh, complexe uh, van meerdere factoren. Ja, het, het heeft ertoe geleid dat hij een aantal keren niet heeft gespeeld. Zelfs niet bij de selectie zat. Nu is hij absoluut is hij in staat om, om gewoon weer mee te doen. Dat, dat, daar ben ik ook van overtuigd. Ik hoorde ook dat jij zou hebben gehinderd naar een samenwerking met PSV. Hoe, hoe moet ik dat precies voor me zien? En klopt dat verhaal allereerst? <laughs> nou ja, vooral omdat er heel veel Spartanen daar inmiddels voetballen. Dat we een voorzitter hebben die daar voorzitter is geweest. Het shirt lijkt op elkaar. En. Nou, het was, het was uh, meer wat voor je uit filosoferen en, uh, en gewoon kijken naar de, de toekomst. En, uh, hoe kan een club in de positie zoals Sparta, met, uh, met de historie zoals Sparta, met voorwaarden en faciliteiten zoals Sparta, nou, hoe kan die nou weer een, een vaste plek in het landschap krijgen waar, uh, waar men denkt thuis te horen? Nou, dat, dat zou kunnen zijn door samenwerking met een binnenlandse of een buitenlandse topclub. Nou, er is ook heel duidelijk gezegd: deze club staat niet te koop. Dus uh, alle Chinezen, Taiwanese, Vietnamesen, of uh, heb ik er nog een paar gemist? Die, die hoeven niet te bellen. Maar die kunnen wel degelijk natuurlijk een, een sponsorship of een aandeel. Nou, kortom, zo hebben we gebrainstormd. En daar is dit onderwerp ook in naar voren gekomen. Eerst maar uh, hopelijk genieten van een, uh, een doelordaai-wedstrijd morgen. Ja, kijk, dit zijn, vind ik persoonlijk, altijd de wedstrijden waar je het om doet. Er staat iets op het spel, er is verhoogde aandacht. Dit is het podium waar je op wilt presenteren. En op het moment dat je dat goed doet, dan, ja, dan is de voldoening daarvan is, is extra groot. En uh, laten we wel blijven, er staat wat op het spel.